stuk gaat over een meisje die in een buitenwijk woont van een grote stad. En die op punt staat om te trouwen met haar buurjongen, maar het is allemaal een beetje saai. En dan op een goede dag komt er een man, een beroepsgokker in een geleende auto. En die verleidt hem. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Ze wordt zwanger, ze komt in een nachtclub te werken. Het gaat bergafwaarts met haar. En uiteindelijk komt ze dan wel weer terug in, in de dorpsstraat waar ze vandaan komt. Maar dan heeft ze heel veel meegemaakt. Ik speel eigenlijk gewoon een jongen die is een beetje op paarden aan het wedden om geld bij elkaar te sprokkelen. Hij heeft met een oudere vrouw, deze prachtige oudere vrouw, heeft hij een relatie. En daarna gaat hij er vandoor met een ander. En dat is heel erg leuk om te spelen. Nou, en er zitten heel veel lichtelijk absurde figuren zitten in het Wienerwald. Die voorbij komen en die tippen allemaal iets aan. En dat maakt het wel veelzijdig. Los van de voorstelling zelf, je kan hier vooraf of op de tribune of je op het podium komen eten. Dus het is sowieso enorm gezellig. En voor de rest heb je een hele leuke groep acteurs. We zijn een hele jonge groep dit jaar en een heel goed spel. En ik denk dat het een heel veelzijdige voorstelling is. Beste kijkers van Schiphol TV, kom deze zomer naar het Bostheater. Tot later! Doei!